gaan een stukje filmen. We zijn hier met Louise Jansen. We gaan haar onderkin behandelen met de lipolaser. Nou, we hebben al afgetekend wat er gaat gebeuren. En dan gaan we even rustig verdoven. Nou, rustig, waarschijnlijk gaat ze schreeuwen, want dat doet ze altijd. Dan moet je in ieder geval schrikken, mensen thuis. Dat is Louise. Komt een prikje. Heel rustig. Nou, Louise. Heb je geen pijn? Jawel, dat brandt. Ah! Ah! Dat is hartstikke goed. We gaan heel rustig verdoven. We gaan het hele gebied verdoven. Dat gaat hartstikke goed. Oh! Dat is schandalig, niet meer praten, hè? Ja, als het verdoofd is. Oké. Okay. Je ziet waar de lever is, hè? De punt geeft pulsen af. Waar de lamp is. Voel je iets, Louisa? Louisa? Nou, Louisa voelt het er slecht van. Dat hebben mensen ook nog nooit meegemaakt wat je nu doet. Maar hoe langer ik er naar kijk, hoe meer ik voel. We hebben hier draaien. We hebben er al gelaserd. Hier is het allemaal gesmolten. Wat we dan doen is even vet weghalen en de olie en dan allemaal wat er nog zit, zeg maar. Goed zo. Dat doen we heel relaxed en rustig. Oh, rustig aan, hè? Rustig aan. Oh, dit is echt eng, dit doet nooit meer. Kom! Ik vind het gewoon echt eng. Oh, kijk eens hoe mooi het al wordt. Zie je dat? Ik zie al iets waar. Ja, zeker. Het zal heel mooi staan. Zie je al iets staan? Ja, ja, zeker. Dat nou ja. Alles wat gesmolten is, doen we dichterbij dan op te staan. Ja. Kijk, je ziet die vet zit. Gaat eruit. Gesmolten. En kapot eigenlijk. Je kunt ook laten zitten dit. Maar dan duurt het herstel langer. Want dan moet het lichaam alles gaan opruimen. Dus liever haal je het er een beetje uit. We gaan alles twee kanten op. We gaan wel naar het einde toe, Louise. En dit is hartstikke goed. Je kunt meteen mijn aanval. Ja, ja. Goed. Ja, even een beetje. Ja. We gaan er zijn drie hechtkindjes in. Die moet ze een weekje inlaten. Nou, oh, ik ben hier een beetje dik, lijkt het wel. Ja, dat is genoeg. Dat is, ja. Kijk eens die andere keer. Oh ja, ik heb nu een talje. Talje en de keel. Kijk eens, mensen. Ik heb weer een nek. Kijk, dit is gezwollen nog van de verdoving. Ja. Dit ook. Hieronder ook. Maar dit hele gebied is weggehaald. We gaan even voor- en nagelakken erop zetten. Hi. Zo, we zijn nu 3-4 dagen verder. En het resultaat is nu al geweldig. Ik heb het net gezien. Ik heb even een foto gemaakt. En ik ben echt heel blij. En het wordt alleen maar mooier. Dus ja, zoals sommige mensen al zeggen op reacties, op naar de volgende verbouwing. Zeker weten.